Oh, wacht, u kreeg een button. Wacht, ik zal hem gelijk even pakken. Wacht, moet je opletten. Nee, want ik heb nou toevallig mijn buttons bij me. Kijk, deze toevallig, ik heb ze eigenlijk altijd bij me. Kijk, dat heb ik, ik heb namelijk een soort beweging opgericht. Een soort buurvrouwbeweging. En het is een soort... Oh. Ja, dat is onze koningin. Ja, dat vind ik zo gezellig typen. Daar. Daarom heb ik ook die buttons bij haar in de doos gedaan. Of in deze doos. Maar... Nee, maar ik zal ze even pakken. Wacht even hoor. Kijk, dat zijn namelijk buttons. Die verkoop ik dus. Want ik heb namelijk een buurvrouwbeweging opgericht. En het mooie van mijn beweging is dat iedereen over de hele wereld... Iedereen is al lid van mijn beweging. Alleen niemand weet het nog. Ja. Dus dat wou ik een beetje promoten met die buttons. Er staat ook op, uw buurvrouw altijd in de buurt. Nee, dat is namelijk echt met een kopje koffie erop bij wijze van gezellig. Want, nou, ik zal ze even gooien. Pas op, er zit een enge pin aan. Die gaan zo in je ogen. Wacht even. Nee, maar dat kan ik anders wel even aan u uitleggen trouwens. Want dat is namelijk zo. Want ik heb toevallig mijn flap over bij. Kijk, nou, ik heb een hele theorie ontwikkeld. Nee, ik heb altijd mijn flap over bij. Voor als in de trein even iemand iets niet begrijpt of zo, dan kan ik het even uitleggen. Wacht, dan moet ik even iets zeggen om het op te hangen hoor. Ik zal het even snel uitleggen. Oh, hier, opgevallen. Yeah. Ik heb namelijk een hele theorie ontwikkeld, een soort theorette eigenlijk. Een klein theorietje. Kijk hoor. Zal ik het even uitleggen? Even ophangen. Ook toevallig. Nee, maar moet je kijken, moet je opletten. Zal ik moet even mijn stiften pakken? Oh hier. Kijk, dit is namelijk zo. Dus namelijk, wacht even hoor. Oh, trouwens, met die stiften nog even iets tussendoor hoor. Nee, want kijk, nou heb ik dus in een van die zakken een stift zitten. Nou steek ik mijn hand dus in een van die zakken in de hoop dat ik dan die stift te pakken heb. Nou, daar zit die stift dus niet. Die zit altijd in die andere zak, daar word je gek van. Dat is ook altijd met je huissleutel zo, oké dat? Dus de wet van... Welke zak moet ik bijvoorbeeld hebben, denk je? Weet je zeker? Zit die niet hoor? Zit die daar? En als die daar zit, die daar gaat heel snel. Kijk. Nou, zeg ik... Het is ongelooflijk, zit hij gewoon hier aan deze kant. Echt waar, zie je het? Dat is de wet van Murphy, echt waar. Dus nee, maar het is hetzelfde als dat je in het postkantoor altijd in de langzaamste rij gaat staan. Dat is altijd, ja, dat is ook zo. Nou ja, en eerlijk gezegd, nou ken ik die wet hoor, dus nou heb ik aan deze kant ook gestaan. Anders kan je die wetten nooit bewijzen natuurlijk. Dus daarom, ja, dat is wetenschap, dat is natuurkunde. Nou, ik zal het even uitleggen. Lekker. Nou, moet deze er maar even af, want die valt er toch af. Wacht even hoor. Kijk. Nou, moet je opletten. Zal ik eens even mijn theoretten uitleggen. Nou, kijk. Het is heel eenvoudig. Het komt er dus op neer. Nou, kijk. Mijn theoretten begint met stelling A. Zie je het? Nou, en stelling A is... Iedereen heeft een buurvrouw. Bijvoorbeeld, nou, u heeft al twee buurvrouwen. U heeft geen buurvrouw, maar er loopt wel weer iemand langs het theater. En dat is dan weer uw buurvrouw, begrijp je wel? Trouwens, wou ik nog even zeggen. U bent bijvoorbeeld een man. Er zitten nog meer mannen. Die zitten zo te kijken van, ja, buurvrouw, daar heb ik niks mee te maken. Want daar ben ik veel te stoer voor, want ik ben een man. Nou, dat is onzin, want in deze geëmancipeerde tijden heeft elke man ook zijn eigen buurvrouw bewustzijn. Begrijp je wel? Dus als ik het over, ja... Dus als ik het over buurman heb, heb ik het ook meteen over buurvrouwen. Dus, nou, en bijvoorbeeld als je op de steppen in Rusland woont, dan heb je 10 kilometer verderop alweer een buurvrouw. Dan kan je er niet zien, maar je hebt er wel. Dus dat hebben we nou bewezen dat iedereen een buurvrouw heeft. Dus stelling A is, ik heb een buurvrouw. Zie je wel? Heb een buurvrouw, zo zie je. Nou, en uit stelling A volgt stelling B. Ja, ben je hier weer een button? Wacht even, ja. Ja. Naar de twee, geloof ik. Oh. Hier iemand ergens, daar pas op van de pinnen, ik weet niet precies. Kijk, nou, stelling B. Nou, en stelling B is, als ik een buurvrouw heb, dan... Ja, nou, zoveel buttons heb ik niet. Dan ben ik ook een buurvrouw, zie je wel. Nou, en dat is dus de basis van mijn theoret. Het gaat hier dus om het hebben van een buurvrouw, zie ik nu ook pas eigenlijk. Ja, trouwens,
trouwens, dat moet u niet verwarren met het is geloof ik van Rembrandt geweest. Die zei dus de hele dag, ik denk dus ik ben. Ja, dat is onzin. Tenminste, ik weet niet, die man is natuurlijk ook niet achterlijk geweest. Maar in deze theorette is dit onzin. Want dan gaan namelijk deze twee bands gaan tegen elkaar wegvallen, zie je. En dan krijg je dus, ik denk dus ik heb. Ja, dat is onzin. Ja, dat is nou onzin. Ik kan wel de hele dag op een bankje in het park gaan zitten. Denk ik, heb een villa met een Rolls Royce en een zwembad. Dan kom ik thuis, ik heb alleen maar een flat met een fiets en een aquarium. Dus dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Het is echt, ik heb dus, ik ben, nou wat krijg je dan? Heb ik thuis helemaal uit zitten bedenken. Kijk, dit is een buurvrouw, zie je? Zij heeft aan allebei de kanten een buurvrouw, zie je wel? Nou, en zij heeft ook weer aan allebei de kanten een buurvrouw, zie je? Want ze is een buurvrouw, ze heeft dus ook een buurvrouw. Nou, zij ook, hier, zij ook. En wat zie je dus? Hier zit een soort centrale, allesverbindende buurvrouw. Dat ben ik dus eigenlijk. Allemaal kabels hier. Dat ben ik dus eigenlijk. Zie je wel? Nou, en nou, wat zie je nou? Dus dat wij dus via over de hele wereld zijn wij dus allemaal buurvrouwen van elkaar. Nou, is het niet gezellig? Nou, ik vind het zo'n gezellig idee dat iemand in Amerika is in principe via buurvrouw van iemand in Afrika, zie je het? Of van iemand in Azië. En die is dan weer buurvrouw van iemand in Australië, zie je dan? Of van iemand in Europa, zie je het? Zie je het? Ja, vind je het niet gezellig? Nou, ik vind het zo'n gezellig idee. Want wat betekent dit nou? Dit betekent dat je gewoon eigenlijk in elke willekeurige stad waar of dat je nou ook bent, kan je gewoon even bij iemand aan de deur aanbellen. En dan kan je even gewoon een kopje koffie gaan drinken gezellig met je buurvrouw. En een beetje bijpraten over de kinderen, ziektes, lichamelijk ongemak, etter en pus en zo, dat soort dingen. Ja, een beetje gezellig, weet je. Ja, en het is ook heel praktisch, want wat betekent dat? Dan zit je bijvoorbeeld, sta je in de supermarkt en heb je niet genoeg geld bij je, kan je het van je buurvrouw achter je lenen hebben. Ja, het is een hele praktische, gezellige beweging. Dus daarom wou ik die beweging ook promoten met die buttons. Dus daarom heb ik die buttons dus laten maken om iedereen zich een beetje bewust te laten worden van zijn eigen buurvrouwschap. Dus die buttons heb ik voor, nou, dat was het, 50 cent per stuk laten maken. Wou ik al verder geen winst op maken, maar ik dacht dat ik ze dan wel voor een gulden kon verkopen. Ja, die mevrouw, die kan ze wel voor 1,50 verkopen. Ja, nee, dat vind ik nou weer zo typisch. Nee, dat vind ik niet. Nee, dus een gulden. Dus u koopt zometeen die buttons voor een gulden. Alleen, nou heb ik dus gemerkt dat mensen vaak, die vinden dat dan, dat spreekt dus wel aan, dat buurvrouw bewustzijn. Maar ze durven het niet in praktijk te brengen. Ze durven elkaar niet aan te spreken op straat en zo. Dat heb ik ook heel vaak. Dan komt er iemand aan en zeg ik, dan mevrouw, zullen we een kopje koffie drinken? Zegt ze, ga weg, geen mens. Ja. Ja, dus daarom dacht ik, misschien heb ik thuis een rollenspel ontwikkeld. Dus misschien kunnen we dat rollenspel wel even doen, dat u een beetje weet hoe u een beetje in gesprek kan komen met iemand. Dat je een beetje soort oefening hebt. Dat had ik namelijk zo gedacht, dat ik dan ben ik bijvoorbeeld de ene wildvreemde buurvrouw. En dan kom, en u bent de andere wildvreemde buurvrouw. En dan kom ik u op stratego, of op stratege. En dan zeg ik dus, ja, is weer wat anders. En dan zeg ik dus, heel spontaan, goedemiddag buurvrouw. Zegt u heel spontaan, omdat ik uw buurvrouw ben, goedemiddag buurvrouw. Zeg ik weer, kopje koffie. Zegt u, ja, gezellig. Zullen we het zo even doen, dat je een beetje weet hoe je zo'n gesprek begint? Gewoon even voor het idee. Wacht even. Dus ik loop op straat. Ik kom u tegen. Ik ben naar het winkel of zo. Kom ik u tegen, zeg ik dus, goedemiddag buurvrouw. Zegt u, goedemiddag buurvrouw. Zeg ik, kopje koffie. Zegt u, ja, gezellig. Oké? Okay? Nou, oké. Okay. Wacht even hoor. Nou, dus ik loop zo te winkelen, gezellig. Even mijn jas aan voor het echte. Nou, loop ik zo te winkelen, zo winkel, zo een beetje winkelen, zo. Even kijken hoe duur alles hier is en zo. Ik loop natuurlijk niet met een microfoon. Lijkt me heel gek als iedereen zo over straat loopt met een microfoon. Ja, kom je vriendin tegen en zeg je, hallo Mie, hoe is het? Onzin. Ik wist dat ik een afwijking had, zeg. Ja. Kom je ook nog eens een keer achter, ja. Nou.
Denk hoor, wat was ik nou aan het doen? Ja, ik was iets aan het doen hier. Oh, ik was aan het winkelen, wat een onzin. Een podium, nou ja. Nou goed, dus, oh ja, dus ik loop zo te winkelen, zo, winkel, winkel. Nou, en dan kom ik u opeens tegen en dan zeg ik dus, goedemiddag buurvrouw. Kopje koffie? Ja, nou, het spreekt toch aan al, hè? Ja. Ja, ik wist niet dat hier al zo'n buurvrouw bewustzijn is of zo eigenlijk. Ja. Maar nou is het natuurlijk wel zo, zometeen ben ik er niet meer. Dus dan zullen jullie toch onderling ook zelf moeten kunnen. Dus misschien dat we gewoon eventjes hier, dat we dan het zo over oefenen. Dat bijvoorbeeld hier even de zaal, dat we die door midden doen. Dat jullie dus, die balkons dus, dat die de ene buurvrouw zijn. Jullie zijn de andere buurvrouw. Dan roepen jullie naar beneden, goedemiddag buurvrouw. Roepen jullie naar boven, goedemiddag buurvrouw. Roepen jullie weer over het balkon, een kopje koffie. En roepen jullie weer, ja gezellig, oké, kan dat? Nou, dan gaat hij, 1, 2. Goedemiddag buurvrouw.